We keren eventjes terug naar vorige week. We hebben daar vorige week een moeilijke les gehad, ja, die we in de school hebben meegemaakt. Dat is een live les, laat ons zeggen, voor de klas. En dat ging over de formele definitie van een convergente rij. Ik ga daar vandaag op terugkomen, want er is daar een zeer interessante applet in GeoGebra, die u toelaat om zeer goed te begrijpen wat nu eigenlijk precies de bedoeling is van die formele definitie. Ja. Ik had u denk ik al uitgelegd dat het in dit stukje, wat we nu aan het doen zijn in deze les, dat het nooit moeilijk gaat zijn om de limiet van de rij in kwestie te berekenen. Ter illustratie daarvan hebben we nog net tijdens de les dit voorbeeld, oefening 13, pagina 18, behandeld. En dat voor iedereen duidelijk is, dan weet je eigenlijk al van het eerste semester dat de limiet van deze rij, 3n plus 4 gedeeld door 2n min 1, dat dat 3 tweede is. Als je gewoon de hoogste graadstermen neemt met teller en noemer, dan heb je meteen het resultaat, namelijk 3 tweede. Dus de moeilijkheid, die zit daar niet. Ja, laat dat heel duidelijk zijn. Het zal niet moeilijk zijn om in deze les deze limieten gewoon op zicht en snel te gaan berekenen. De moeilijkheid zit hem wel in beweren of in bewijzen dat wat jij beweert effectief correct is. En dat bewijs, dat moet je kunnen maken, en je moet dat kunnen voor eenvoudige voorbeelden, moet je dat kunnen maken aan de hand van die definitie. Nu, ik heb die definitie voor die convergente limiet, ik heb die eventjes hier bovenaan die slide geplakt. Ja? En die definitie die zegt dat voor elke epsilon groter dan 0 een volgnummer in 0 moet bestaan, zodat vanaf dat volgnummer de afstand tussen uw termen en 3 tweede in dit geval, want a is 3 tweede bij mij, kleiner is dan die epsilon. Je kan dat op die manier studeren, dat is niet slecht wat ik hier zeg, dat is de correcte manier om het te vertellen. Probeer ook altijd de grafische weergave in gedachten te houden. Ja, dat heb ik u proberen duidelijk te maken. Die epsilon, dat kan je eigenlijk vergelijken met een soort van band die je rond je limiet gaat leggen. Dus nu gaan we een keer kijken naar die applet. Ik heb die hier ergens openstaan. Voilà, die staat hier. En het gaat dus inderdaad over datzelfde voorbeeld, dat zie je hier. Dus je ziet hier staan die 3n plus 4 op 2n min 1. Jullie hebben ten andere deze applet ook, hè? Dus die staat gewoon op Smart School. Dus jullie kunnen daar zelf ook mee experimenteren. Ik heb hier die limiet ingevoerd, 3 tweede, dat is 1,5. Hè? Hier staat de limietdefinitie, waarbij ik dus eigenlijk het enige dat kan doen hier is, de xn speelt bij mij de rol van 3n plus 4 op 2n min 1. Ja? De a speelt bij mij de rol van 1,5. En die applet laat heel goed zien dat, wat is nu de betekenis van die epsilon? Wel, ik heb hier deze rij staan, die bolletjesgrafiek, dat kennen jullie wel. Hè? Je weet dat de grafiek van een rij een bolletjesgrafiek is en geen vloeiende kromen. Daar hebben we vorige week zeer hard de nadruk op gelegd. En nu willen we controleren dat wat hier staat correct is. Dus dat die limiet effectief 3 tweede is. En we doen dat dus als volgt. Dus die epsilon, hoe moet je dat interpreteren? Zie je, je kan daarmee spelen, dat is zo'n schuifknopje. Dus dat is eigenlijk een soort van band die je rond je limiet legt. Ja, en die epsilon, dat is om precies te zijn de straal van die band. Dus wat bedoel ik daarmee? Well, je zal dat heel makkelijk zien als ik die epsilon op 0,5 zet bijvoorbeeld. Ik ga dat hier een keer doen, dus ik zet die op 0,5. Dan zie je inderdaad dat als de limiet, die ligt hier, dat is die groene lijn. Ter hoogte van die groene lijn is de limietwaarde 1,5. En je stelt vast, als die epsilon 0,5 is, dat die band inderdaad zich 0,5 naar boven en 0,5 naar onder ten opzichte van die 1,5 beweegt. Anders gezegd, je stelt vast dat die band eigenlijk alles tussen 1 en 2 inhoudt. Dus je zou kunnen zeggen dat dat eigenlijk de straal is, de dikte, straal is misschien het betere woord, dus de straal van uw band gemeten ten opzichte van uw limietwaarde 1,5. Dus je kunt 1,5 naar boven en je kunt 1,5 naar onder. Sorry, je kunt ten opzichte van 1,5, 0,5 naar boven en 0,5 naar onder. Zo moet ik het zeggen, zo is het juist. Snap je dat? Dat is de betekenis van die epsilon. Nu, wat zegt die definitie? Die definitie zegt, voor elke epsilon dat je hier kiest, hoe klein ook, dat staat daar niet bij in die definitie, dat hoe klein ook is, hè, maar dat is wel eigenlijk de essentie van het verhaal, hoe klein die epsilon ook is, moet je een bepaald volgnummer vinden. En dat volgnummer, dat is die tweede strook. Tenminste, die tweede schuifknop. Je moet, ja, daar staat daar grote n. Ja, bij mij is dat eigenlijk kleine n0. Voor alle duidelijkheid. Dat is een kleine, ja, eigenlijk zou ik dat moeten aangepast hebben. Eigenlijk zou dat moeten een kleine n0 zijn. Dus er moet ergens een volgnummer zijn, zodat vanaf dat volgnummer, dat is wat er hier staat, voor elke n groter of gelijk aan n0, en dit weten jullie, de absolute waarde van xn min a, dat hebben we vorige week gezien, dat moet je eigenlijk lezen als de afstand tussen de term xn en de limiet a. Wel, die afstand die moet kleiner zijn dan epsilon. Dus met andere woorden, laten we dat nog een keer tonen. Ik heb hier epsilon gezet op 0,5. Ja, dus
Dus ook voor die epsilon moet ik een volgnummer vinden, zodat vanaf dat volgnummer alle termen binnen de band liggen. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Ik zie op mijn tekening dat dat klopt. Ik zie dat dat volgnummer, dat is eigenlijk het eerste volgnummer dat ik tegenkom, waarvoor het goed is, is die groene bol, deze eerste groene bol. En hoeveel is die groene bol? Je kunt met mij... Goh, het is misschien iets moeilijker om mee te tellen, maar ik zou denken dat dat 7 is waarschijnlijk. He, zie je dat? Het zou ongeveer de 7e term moeten zijn. We gaan daar straks ook narekenen. Ja, denk het, hè. Als je hier zo'n loodrechte naar beneden trekt, ja, dan zou ik denken dat dat ongeveer de 7e term is. We zullen daar straks narekenen. En dan zien we dus dat dat vanaf de 7e moet lukken. Nu, narekenen zeg ik, maar we kunnen het natuurlijk ook controleren. Heb ik het goed geïnterpreteerd? We zullen het zien. Ik heb het wel degelijk. Even vissen, ja... Ja, voilà, het lukt om een vaststand te hebben. Hè. Ik zie dat dat vanaf de 7e term klopt. Zie je, dus blijkbaar is het zo dat voor als ik epsilon gelijk aan 0,5 kies, dat vanaf mijn 7e term, dus voor de keuze n0 gelijk aan 7, grote n gelijk aan 7, grote n en n0 zijn op deze slide synoniemen, zie ik dat alle termen binnen die band liggen. Ja, alles vanaf die groene, alles dat erna komt, ligt binnen die band. Dus voor deze epsilon klopt het. Natuurlijk, het moet kloppen voor elke epsilon. Dus voor één zo'n epsilon, als je dat zou narekenen voor alleen die 0,5, is dat niet genoeg. Hè? Je moet het eigenlijk narekenen voor elke mogelijke epsilon. Ja? Dus vandaar dat we gaan zeggen dat die epsilon, dat een bepaalde parameter gaat worden in mijn bewijs. Ik ga niet zeggen epsilon is 0,5 en ik reken het na. Ik ga niet zeggen epsilon is nu 0,1 en ik reken het na. Dat gaat niet. Hè? Dus je moet het voor elke epsilon doen. Dus zeg je gewoon, neem een epsilon groter dan 0 en dat is een parameter. En dan ga je een verband gaan zoeken tussen n0 en epsilon. Hoe hangt die n0 af van die epsilon? Dat is de bedoeling. We zien uiteraard, als je die epsilon groter kiest, is dat natuurlijk nooit een probleem. Als ik zeg, van ik ga die epsilon een keer gelijk kiezen aan 2, tja, dan is er nooit een probleem, want dan kan ik gewoon in het begin van mijn rij gaan staan. Dan kan ik gaan zeggen van, oké, vanaf de eerste term is dat eigenlijk al oké. Ja, daar is er nooit een probleem mee. Het is te zeggen, misschien ben ik aan het kijken. Nee, kijk, de eerste valt er juist uit. Zie je? Ja, even gaan inzoomen, sorry. Dus het is eigenlijk niet vanaf de nulde term, maar vanaf de eerste term is het oké. Als ik heel precies wil zijn. Sorry, vanaf de tweede term zelfs. Ja, dus omdat, ja, natuurlijk die eerste termen in die rij, die zijn vrij groot. Oké. Okay. Als epsilon groter wordt, dan wordt die n0 kleiner. Dan kan je eigenlijk vroeger in je rij beginnen. Nu, de kunst is natuurlijk gaan kijken wat gebeurt er nu als die epsilon effectief kleiner gaat worden. Ja, en dan wordt dat interessant. Dus wat ga ik nu een keer doen? Ik ga een keer die epsilon kleiner gaan maken. Voilà, ik ga een keer die epsilon gelijk kiezen aan, laat ons zeggen, 0,2. Dan zie ik al, als ik eventjes inzoom, dat ik verder in mijn rij moet gaan gaan. Dat ik met mijn 0 groter moet gaan kiezen. En hoe groot moet ik ze gaan kiezen? Ja, blijkbaar is dat, kijk, vanaf de 15e is dat oké. Okay. Vanaf de 15e term is dat gelukt. Ça va? Merk ook op, en dat is interessant voor het vervolg van dit verhaal, van deze les, die 15e term, dat is de eerste term waarvoor alle termen, alle groene bolletjes, binnen die band liggen. Klopt, hè? Als jij nu een waarde kiest die groter is dan 15. Dus bijvoorbeeld, ik kies hier de term 42. Als ik nu zeg van n0 is 42, merk dan op dat het ook klopt. Hè. Ik bedoel, vanaf die 42e term, als je n0 gelijk aan 42 kiest, dan liggen nog altijd termen na die 42e binnen die groene band. Snap je? Dus er is niemand in die definitie die u verplicht om die eerste groene bol te gaan vinden. Dat staat er niet in die definitie dat dat de eerste moet zijn, hè? Waarvoor het lukt. Er staat gewoon in dat er ene moet bestaan. De hoeveelste dat is, dat maakt niet uit. Je moet gewoon kunnen aantonen dat er één bestaat. Ja? Wij gaan de neiging hebben in ons rekenwerk om heel vaak op zoek te gaan naar die eerstvolgende waarvoor het bestaat. Dus de eerste groene die daar staat. Maar dat hoeft dus niet altijd. En die invalshoek, het feit dat dat niet altijd hoeft, het feit dat je even goed verder in je rij mocht gaan kijken... Die geeft in heel veel situaties een vereenvoudiging die handig zal zijn. Oké, okay. Wat willen we nu een keer doen? Ja, we hebben dat hier nu een keer gewoon met die applet gezien, voor dat voorbeeld, dat dat klopt. Maar ik wil nu eigenlijk dat verband tussen die epsilon en die n0, of die grote n hier in deze applet, dat wil ik nu een keer gaan duidelijk stellen. Wat is dat verband? Dus anders gezegd, als ik u een epsilon geef,
kan je dan onmiddellijk zeggen, kies en nul op deze manier. Ja? Want je ziet dat daar ergens een verband tussen is. Hoe kleiner epsilon, hoe verder we in de rij moeten gaan. Maar hoe ver precies? Ik wil een formule. Ik wil weten hoe ver moet ik gaan. Snap je? Zonder dat ik moet met deze applet gaan schuiven. Ik wil het op voorhand weten. Dat is de kunst. En dat is meteen ook het bewijs. Als je dat kan, als je kan voor een willekeurige van epsilon, een formule voor een willekeurige waarde van epsilon, een formule voor N0 vinden, die dus afhangt van epsilon, die u zegt hoe je N0 moet kiezen, ja, dan slaag je er eigenlijk in om het verband tussen die twee vast te leggen en dan kan je met die definitie gaan bewijzen dat die limiet effectief 3/2 is. Dat zal de bedoeling zijn. Laten we dat nu een keer doen. Hè? Dus nu gaan we het weer rekenen. Dus we hebben hier grafisch nog een keer voorgesteld wat betekent die convergente limiet. Nu gaan we rekenen. Dus ik ga nu terug naar mijn PowerPoint-voorstelling en ik ga nu dat verband gaan berekenen. En ik heb u de vorige keer gezegd, als je zo'n bewijsje moet gaan opstarten, dan gaat dat niet meteen lukken in één keer. Ja, wat je moet doen is eerst een beetje kladwerk, zo noem ik dat. Je moet dat verband een beetje gaan zoeken tussen die N0 en die epsilon. En hoe doe je dat? Want eigenlijk ga je helemaal achteraan in je definitie gaan kijken wat de bedoeling is. Je wil de absolute waarde van xn min a kleiner maken dan epsilon. Dus ik vul in, bij mij xn, de a-waarde, die is 3/2. Dus dat kan ik al invullen. En xn ken ik natuurlijk ook, want xn is 3n plus 4 op 2n min 1. Dus het verschil tussen die twee in absolute waarde, de xn 3n plus 4 op 2n min 1, de a-waarde 3/2, dat verschil dat moet ik kleiner maken dan epsilon. Wat moet je dan doen? Een beetje vereenvoudigen. Dus we gaan dat op gelijke noemer zetten en uitrekenen. Dat hebben we in de les gedaan. Ja. Je moet dat natuurlijk juist doen, hè, mensen. Het is onverheeflijk in een 8 uur wiskunde dat je daar een fout zou maken, vind ik. Dat is zo eenvoudig. Het is gewoon rekenen met breuken, zorg dat dat correct verloopt. Dus dan krijg ik 11 op 4 en min 2 in absolute waarde. Nu, merk op, die absolute waarden zijn vreselijk ambetant, maar die zijn eigenlijk nooit echt een gigantisch probleem. Waarom niet? Ja, als die n groot genoeg gaat worden, ja, als die n groot genoeg gaat worden, dan ga je zien dat in dit geval alleszins, dat dat eigenlijk altijd een positief getal gaat zijn. Er is één uitzondering, hè? Namelijk als je n gelijk aan 0 kiest. Want dan heb je 11 op min 2, ja, dan heb je dus min 5,5. En min 5,5 is negatief. Maar van het moment dat n 1 is, n 2, n 3, n 4, n 5, n 6 enzovoort, en alleen maar groter wordt, zie je dat daar nooit een probleem is. Dus eigenlijk mag je die absolute waarde weglaten, ja, op voorwaarde dat je erbij schrijft dat je n niet nul is. Maar dat gaat niet echt een probleem zijn, want jullie hebben al door, als ik moet op zoek gaan naar die n0-waarde, die waarde vanaf wat, dan moet ik altijd ver in mijn rij gaan kijken. En hoe verder dat je kijkt, hoe makkelijker dat is. Hoe makkelijker dat je ze gaat vinden. Dus n gelijk aan 0 is de eerste term eigenlijk, dus daar heb je nooit een probleem mee. Snap je? Die doet niet de zaak eigenlijk. Dus vandaar die absolute waarde, dat is een hele mooie vereenvoudiging die je kan doen. Op die manier is die weg. En nu moet je die ongelijkheid omrekenen naar n. En daar moet je natuurlijk mee oppassen, hè? Want wat willen we doen? We willen alles omdraaien, maar als we, dat is allemaal positief, want n is die 0. Dus als we dat gaan omdraaien, dan mogen we dat allemaal omdraaien links en rechts, maar dan gaat uw ongelijkheid veranderen. Dus 4n min 2 op 11 is groter dan 1 over epsilon. In plaats van kleiner dan, wordt groter dan. We hebben dat vorige week met een voorbeeld laten zien. Hè. Weet je nog? Wat was het nu weer? Ik denk dat zo was. 1/3 is natuurlijk kleiner dan 1/2. Dat klopt. Hè. 1/3 is kleiner dan 1/2. Maar als je alles omdraait, 3, 2, 3 is groter dan 2. Als je dat zo onthoudt, dan ga je daar geen fouten maken, denk ik. Nu moeten we dat uitrekenen naar n. Dus dat betekent 11, alles maal 11. Ongelijkheid blijft staan. En dan nog alles plus 2 en alles door 4. Zie je? Alles maal 11, dan plus 2 erbij en alles deel door 4. Ik heb dat gedaan. Mijn ongelijkheid is niet meer veranderd. En er staat n is groter dan 11 over 4 epsilon plus 1/2. Oké? Dat kladwerk is belangrijk. Ja, je moet dat doen letterlijk op een kladblad, maar neem je kladwerk, zou ik aanraden, ook op je toets of op je examen, want dat kladwerk kunt er al punten voor krijgen. Hè? Ik bedoel, als dat kladwerk correct is en de rest van je bewijs is bijvoorbeeld niet juist, dan kan je wel al een deel verdienen, vind ik. Ja, dus dat kladwerk moet je interpreteren als wel een belangrijk iets dat op je blad ergens moet gaan staan. Staat ten andere ook op mijn slide. Hè. We gaan nu een keer controleren of dat verband juist is. En dat kan ik hier doen. Namelijk, ik heb daarvoor nog altijd deze applet openstaan. En ik heb dat verband hier eventjes gezet. Je ziet dat hier mooi staan, dat verband. Ja, dat was het laatste dat ik bekomen ben. En moet groter zijn dan 11 over 4 epsilon plus 1/2. Nu gaan we een controle doen. Hè.
En hoe doe je die controle? Wel, dat is super eenvoudig. Hè? Je hebt hier waarden staan. Dus wat doe je? Je neemt epsilon gelijk aan 0,2. Dat was het voorstel dat ik had. En wat moet ik bekomen voor die N0? Ik moet bekomen 15. Dat moet juist zijn. Dus wat gaan we doen? We gaan dan gewoon die epsilon gelijk aan 0,2. Die gaan we hier gaan invullen in dit verhaaltje. En we gaan uitrekenen wat dat wordt. Nu, moet daar misschien een keer een rekentoestelletje bij nemen, want dat is niet dat dat zo moeilijk is, maar goed, we kunnen dat wel met rekentoestellen eventjes uitrekenen. Dus wat moeten we doen? We moeten 11 gaan delen door 4 keer 0,2, kortweg 0,8 zou ik zeggen. Voilà. En dan moeten we daar nog een halfje bij gaan optellen, plus 0,5. En dan kijken we wat we bekomen. En wat levert dat op? 14,25. Met andere woorden, ik stel vast dat ik n moet groter kiezen dan 14,25. N is een natuurlijk getal, dus inderdaad, de keuze n gelijk aan 15, die is juist. Snap je? Dus je slaagt erin, dankzij die formule, dankzij die afschatting, zo noemt men dat, dankzij dat kladwerk, slaag je erin om een verband te vinden tussen n0 en epsilon. Gegeven een epsilon, kan jij die n0 eigenlijk meteen vinden, dankzij uw rekenwerk dat we op de slide hebben gedaan. We gaan het nog een keer controleren, gewoon om u te overtuigen dat het juist is. Stel je voor dat we die epsilon dat we die nog wat kleiner hadden gemaakt. Ja, dus dat ik die bijvoorbeeld ga herleiden naar 0,1. Ja, dan stel ik vast dat mijn n natuurlijk groter moet worden. En ik zie inderdaad, n moet gelijk zijn aan 29. We gaan dit opnieuw controleren. Dus dat we zeggen, we nemen ons rekentoestel erbij. We gaan 11 gaan delen door. Nu moet ik delen door, 2 epsilon, hè? Was zo? Nee, 4 epsilon, sorry. Dus 4 keer 0,1, dus ik moet delen door 0,4. En ik ga daar ook weer een halfje bij gaan optellen. En ik stel vast, ik bekom 28. Ja. En wat staat er? Ja, ik had als afschatting dat n moet groter zijn dan 28. Dus inderdaad, vanaf de 29e term klopt dat perfect. Natuurlijk, ik geef toe, hey, op een examen heb je die applet natuurlijk niet, op een toets ook niet, dus ga je dat niet kunnen controleren. Ja, dat is waar. Dus je moet ervoor zorgen dat je rekenwerk gewoon correct is. Maar ik hoop dat je nu in deze les wel begrijpt, alles wel mooi, dat het rekenwerk dat we gedaan hebben op de slide perfect overeenstemt met wat we eigenlijk in deze applet zien verschijnen. Oké, nu gaan we terug naar ons bewijs, maar ons bewijs is nu niet af. Ja? Wat moeten we nu nog doen? Well, we moeten het nog afmaken. Het is te zeggen, er staat eigenlijk nog niets. Hè? Ik moet nog starten met mijn bewijs. Maar eigenlijk, het starten met het bewijs is gewoon nu de puntjes op de i gaan zetten. En gewoon zeggen wat je nu eigenlijk moet doen. Hoe start je zo'n bewijs op? Well, je leest daarvoor gewoon de definitie die hier staat. Je definitie begint met voor elke keuze van epsilon die je maakt. Dus wat doe je eerst? Je neemt een willekeurige epsilon groter dan 0. Schrijf daar niet, epsilon is 0,1. Hè? Nee, dan heb jij een bepaalde waarde gekozen, maar dat mag niet. Je moet het eigenlijk zien als, er is iemand anders die epsilon kiest. Maar jij weet niet wat die epsilon is, snap je? Er is iemand die dat kiest. En jij moet komen met een N0, met een formule die afhangt van epsilon. Maar jij weet niet precies wat die epsilon is. Die keuze die wordt willekeurig gemaakt. Eigenlijk is dat iemand anders die keuze maakt. Dus neem epsilon groter dan 0. Nu moet ik een N0 vinden. Maar ik heb ze, mijn N0. Dankzij mijn afschatting, het staat hier, wat moet ik doen? Ik moet mijn N0 zodanig kiezen, het staat er, dat die groter is dan 11 over 4 epsilon plus 1 tweede. En natuurlijk niet gelijk aan 0, hè? Weet je nog? Want heel het kladwerk gaat alleen maar correct zijn als N die 0 is. Dus met andere woorden, wat doe ik? Simpel, kies N0. Bijvoorbeeld het kleinste. Hoeft zelfs niet het kleinste te zijn. Hè? Je mag zelfs verder gaan in de rij, hè? Dat is ook juist, hè? Dat hebben we ook gezien. Maar het kleinste is oké, hè? Het eerstvolgende. Ja, zou je ook kunnen zeggen. Het kleinste natuurlijk getal, niet 0, dus groter dan 0, en groter dan die 11 over 4 epsilon plus 1 tweede. Dus ik hoop dat je inziet, als je dat nu leest, dat dat kladwerk noodzakelijk is om je bewijs te maken. Degenen die nog altijd niet overtuigd zijn, dan moet je dat kladwerk wegdoen. Je kan toch nooit die tweede regel schrijven, als je dat kladwerk niet hebt. Je kan toch nooit schrijven, kies N0, het kleinste natuurlijk getal, groter dan 0 en groter dan 11 over 4 epsilon plus 1 tweede. Dat gaat toch nooit lukken? Je kan dat alleen maar schrijven als je kladwerk is gemaakt. Snap je? Dus dat is superbelangrijk in dit verhaal. Nu, eens dat je die keuze hebt gemaakt, je weet dat die keuze juist is, dankzij je kladwerk, dan is het eigenlijk zo goed als gedaan. Dat is gewoon nog afwerken. Maar wat moet je nog doen? Het is weer hetzelfde, die voor alle. Dat betekent dat je gaat kijken na die N0, dus je kiest een willekeurige N groter dan N0. Weer die N groter dan N0, die kan je niet zelf kiezen, dat is weer iemand anders die ze kiest eigenlijk. Ja, je kiest een willekeurige term na die N0. En dan moet je mij nog overtuigen van het feit dat deze afschatting correct is. Dus dan gaan we gaan kijken naar het verschil tussen xn en 3 tweede.
Nu, dat verschil tussen xn en 3 tweede, gebruik uw kladwerk, hè, mensen. Je hebt al gerekend. Dat verschil tussen xn en 3 tweede, dat heb ik hier staan, dat is 11 over 4 en min 2. Want, merk op, die n was niet 0, hè. Dat heb ik uitgesloten, hè. Oké? Nu, die 11 over 4 en min 2, ja, die zal natuurlijk kleiner of gelijk zijn aan 11 over 4 en 0 min 2. Ja, waarom is dat zo? Ja, natuurlijk omdat n groter is dan n0. Als n groter is dan n0, dan betekent dat dat de noemer hier, 4n min 2, in vergelijking met de noemer hier, 4n0 min 2, deze noemer, die gaat groter zijn dan deze noemer. Als je een getal deelt door een noemer die groter is, dan is dat getal op zich als geheel kleiner. Snap je? Dus daar ben ik ook zeker van dat die ongelijkheid klopt. Die 11 over 4 en min 2 gaat kleiner of gelijk zijn dan 11 over 4 en 0 min 2. Ja, net omwille van het feit dat de noemers, hier de noemer links, ja, dat die natuurlijk groter zal zijn dan de noemer aan de rechterkant. Want n is groter dan 0. En dat is het gedaan, want 11 over 4 en 0 min 2, door uw keuze die je gemaakt hebt, wat betekent dat? Die 11 over 4 en 0 min 2, die zal natuurlijk kleiner zijn dan epsilon. Dit kan je in één keer doen, hè. Dit kan je in één keer doen, dankzij het kladwerk. Je hebt je n0 groter gekozen dan a over 4 epsilon plus 1 tweede. Keer deze pijlen terug, deze twee, en je hebt staan 11 over 4 keer n0 min 2 is kleiner dan epsilon. En het bewijs is gedaan. Snap je? Dit is moeilijk, mensen. Ik geef dat toe. Maar dit is belangrijk als jullie van plan zijn, aangezien dat je een 8 uur wiskunde volgt, om in het hoger onderwijs, universiteit, om daar te gaan zeggen van ik ga een richting gaan volgen met veel wiskunde, dan ga je dit op je bord krijgen. En dan ga je mij dankbaar zijn. Dan ga je zeggen van, maar dat is wel goed uitgelegd geweest. We kunnen dat wel. En die afschatting, er gaat ook gesproken worden over een afschatting. Maar het zal heel vaak zo zijn dat kladwerk en jullie cursus in het hoger onderwijs er niet gaan staan. En dat direct het bewijs gaat staan. En dan gaan de meeste leerlingen zeggen, maar hoe kom je daaraan? Je komt daaraan doordat je het kladwerk maakt. Maar dat vertellen ze je om een of andere reden niet in het hoger onderwijs. Dat heb ik zelf ook als student moeten ontdekken. Ah, je moet eigenlijk een kladwerkje maken. Tjoe toch. Wist ik dat maar eerder. Nu weten jullie het al. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk is. Klein beetje feedback, ik weet niet. Is dat iets dat te volgen is, dames en heren? Oké. Dank u wel. Ik krijg zelfs veel feedback. Dat is goed. Prima. Bedankt voor uw aandacht in elk geval dan. Oké, we gaan dat nog een keer moeten doen. Hè. Het is duidelijk dat maar één keer dat dat niet gaat lukken. Hè, mensen. Als je dat één keer gezien hebt, dan gaat dat niet genoeg zijn. Dus ik denk dat je dat wel nog een paar keer moet doen om te zien hoe dat nu precies werkt. Ja. Dan ga ik kijken naar het volgende voorbeeld. En dit is het voorbeeld dat ik gisteren snel in de les nog wou doen. Hè, maar de tijd was een beetje beperkt. Maar ik wil u nu tonen dat dankzij onze inzichten dat eigenlijk veel eenvoudiger kan dan wat ik u gisteren liet zien. Want naarmate dat uw voorschriften lastiger worden, wordt natuurlijk uw afschatting ook lastiger. Maar je kan daar slim zijn. Dat ga ik u tonen. We waren het er al over eens gisteren dat de limiet van deze rij 3 is. Dat is nooit een probleem. Dat heb ik u al gezegd. In deze les gaat dat nooit een probleem zijn. En dus gaan we nu weer aan de slag. Dus mijn definitie die staat nog altijd bovenaan. Dat is nog altijd die gele. Het enige dat verandert, dat is natuurlijk het voorschrift van de rij xn. En dat is het, ja, de a-waarde. De a-waarde is 3 bij mij. Maar op zich begint mijn kladwerk op dezelfde manier. Hè? Maar er staat nu xn min 3 moet kleiner zijn dan epsilon. Een absolute waarde. Oké? Okay? Dan gaan we rekenen. Dus wat is xn? Xn is 3 in kwadraat min 5 enzovoort. Min 3, ja, ik heb dat gisteren ook nog in de les op gelijke noemer gezet en uitgerekend. Dit moet je kunnen, mensen. Het is onvergeeflijk dat je daar fouten maakt, sorry. Maar dat moet juist zijn. Ja, je bekomt dit. Min 5 en min 3 op n kwadraat plus 1, een absolute waarde. Kunnen we hier vereenvoudigen? Ja, natuurlijk, al die minnetjes kunnen weg. En dan kunnen mijn absolute waardes ook weg. Ja, want dan is dat altijd een positief getal. Je moet heel goed in je koppen steken dat n, dat die natuurlijke getallen zijn. Hè. Dat vereenvoudigt natuurlijk het rekenwerk ook gigantisch. Nu moet ik hier goed nadenken. Het zou de bedoeling zijn om nu eigenlijk deze ongelijkheid op te lossen naar n. De grote moeilijkheid in vergelijking met de vorige oefening, die is uiteraard dat hier een tweede graadsongelijkheid gaat opleveren en geen eerste graadsongelijkheid. Eerste graadsongelijkheden oplossen is een relatief eenvoudige oefening. Ik heb dat daarboven gedaan en 2-3 stappen was dat gelukt. Ja. Tweede graadsongelijkheden oplossen, dat heb ik u gisteren nog in de les laten zien, dat is een pak lastiger. Want dan krijg je eigenlijk, ja, een tweede graadsongelijkheid, dan ga je eigenlijk moeten een tekentabel gaan maken, dan ga je discriminantformules nodig hebben. Je gaat dan eigenlijk ook nog moeten overtuigd zijn van het feit dat je discriminant altijd positief is, want anders ga je een beetje vastzitten, of misschien ook niet. Dan ga je een tekentabel moeten maken, dan ga je de juiste keuzes maken, dan ga je vrij ingewikkelde formules, en blablabla. Bla, bla.
Nu, eigenlijk is dat niet nodig dat je hiervoor een tweede graadsongelijkheid gaat oplossen. En dat wil ik u laten zien. Ik had u namelijk al gezegd, het feit dat we op zoek zijn naar die eerste groene bol, dat is eigenlijk te streng. Dat is niet nodig. Dat staat nergens in die definitie. Er staat nergens in de definitie dat die N0 de eerste volgende moet zijn die binnen die band valt. Ja, je had die rode bollen en dan had je die groene. En wij hebben er altijd in geslaagd, in de vorige oefening, om effectief die eerste groene te vinden. Maar eigenlijk is dat niet nodig. Je moet mij gewoon aantonen dat er één bestaat, zodat vanaf dat volgnummer alles binnen die band valt. Dus dat moet niet de eerste zijn. En als je dit weet, dan wordt het natuurlijk wel handig. Want dan kan je bijvoorbeeld het volgende doen. Kijk nu goed. 5n plus 3 op n kwadraat plus 1. Ja. Ik ga daar proberen een beetje aan te werken. Ik ga dat proberen wat te vereenvoudigen. Ik beweer dat dat altijd kleiner is dan 5n plus 3 op n kwadraat, om te beginnen. Dus met andere woorden, die plus 1 in de noemer, sorry, maar eigenlijk doet hij niet de zaak. Waarom is dat zo? Ja, dat is heel eenvoudig in te zien. Dat is natuurlijk omdat weer hetzelfde verhaal zoals daar straks. Het zijn ongelijkheden, het zijn geen gelijkheden, het zijn ongelijkheden. Uw noemer hier, n kwadraat plus 1, die is natuurlijk altijd groter dan n kwadraat. Ja, toch? Dus dat betekent, ja, als je een getal gaat delen door een noemer die groter is dan hetzelfde getal gedeeld door een noemer die kleiner is, ja goed, dan gaat deze ongelijkheid altijd kloppen. Ja, je deelt die 5n plus 3 door een groter getal aan de linkerkant dan aan de rechterkant. Ja, dus is dit getal, 5n plus 3 op n kwadraat, natuurlijk groter dan 5n plus 3 op n kwadraat plus 1. Dat is 1. Nu, er is zelfs nog iets. Kunnen we gewoon die 3, we zouden eigenlijk wel die plus 3 weglaten, hè? Maar dat kunnen we bijvoorbeeld niet doen. Hè? Dat kun je niet, je kunt niet zeggen dat dat kleiner is dan 5n op n kwadraat. Dat klopt niet. Ja, dat klopt niet, want 5n plus 3 is altijd groter dan 5n. Het zou moeten omgekeerd zijn. Hè? Met andere woorden, moest er staan 5n min 3 op n kwadraat. Dat zou je dat wel kunnen doen. Hè? Dan zou je kunnen zeggen 5n min 3 op n kwadraat is kleiner dan 5n op n kwadraat. Juist, hè? Want 5n min 3 is altijd kleiner dan 5n. Maar wat kan je bijvoorbeeld wel doen, en dat is natuurlijk, dan moet je een beetje ja, de feeling hebben. Je kan makkelijk zeggen dat 5n plus 3 op n kwadraat kleiner is dan 5n plus 3 keer n op n kwadraat. Dit is wel weer juist. We gaan zien dat dat juist is. Hè. Het is te zeggen, n is weer niet nul. Hè. Maar we weten uit de vorige oefening dat dat nooit een probleem is. Dus ik mag dat hier doen. Hè. Maar ik mag zeggen, n is niet nul. Ja. We gaan even kijken of dat dan juist is wat hier staat. Is dat juist? Well, dan moet je gewoon even kijken, wat is het verschil tussen de linkerkant en de rechterkant? Dat is eigenlijk gewoon die 3 en die 3n. Maar 3 is toch altijd kleiner dan 3n? Als n niet 0 is, hè? 3 is ja, kleiner dan 3. Eigenlijk mag n ook niet 1 zijn, stel ik nu vast. Sorry. Is dat noodzakelijk? Ja, zeker. Hè? Ja, want als n gelijk is aan 1, dan zouden we hier kleiner of gelijk aan staan. Dus n mag eigenlijk ook niet 1 zijn. Je kunt dat misschien direct aanpassen. Hè? Misschien ongedacht. Dat is niet zo moeilijk. N is niet 0. N is niet 1. Generate. Dat zijn detailjes aan mensen trouwens. Moest je dat nu op een of andere manier vergeten zijn in je bewijsje, dan ga je daar niet veel voor verliezen, hè, om eerlijk te zijn. Dat zijn detailjes. Maar je hebt al door dat die kleine waarden, dat die eigenlijk niet echt een heel belangrijke rol spelen. Hè. Dat is, je kan die perfect gaan uitsluiten. Dat is nooit een probleem in ons verhaal. Dus als we een keer even terug gaan kijken. Voilà, zie, ik heb dat nu aangepast. Hè. N is niet 0 en N is niet 1. Ja, dan is het juist. Want 3 is dan altijd kleiner dan 3n. Hè. 3 is altijd kleiner dan 3 maal 2. 3 is altijd kleiner dan 3 maal 3. 3 is altijd kleiner dan 3 maal 4. 3 is altijd kleiner dan 3 maal 5. Dat klopt. Hè. En wat is nu het grote voordeel? Wel, 5n plus 3n is 8n. Er staat 8n op n kwadraat. Ik kan dat vereenvoudigen en ik heb 8 op n. En nu moet ik je nadenken. Wat hebben we nu eigenlijk bereikt? Ik wil 5n plus 3 op n kwadraat plus 1 kleiner dan epsilon. Maar ik stel vast dat die 5n plus 3 op n kwadraat plus 1 dat eigenlijk kleiner is dan 8 op n. Altijd. Behalve voor n gelijk aan 0 en n gelijk aan 1. Maar voort. Nou. Dat betekent, als je dit wil kleiner krijgen dan epsilon, dat het eigenlijk volstaat om 8 over n kleiner te krijgen dan epsilon. Als je 8 over n kleiner krijgt dan epsilon, dan zal ook 5n plus 3 op n kwadraat plus 1 kleiner zijn dan epsilon. Hè? Natuurlijk, want 5n plus 3 op n kwadraat plus 1 is kleiner dan 8 op n. En 8 op n is kleiner dan epsilon. Snap je? En hoe krijg je 8 op n kleiner dan epsilon? Je draait alles om door n groter dan 8 op epsilon te kiezen. Met andere woorden, we zijn er opnieuw. We gaan even kijken wat dat juist is. Hè? Dus ik wil u laten zien dat mijn berekening wel degelijk correct is.
maar dat het resultaat van die berekening, dat het er iets anders gaat uitzien dan wat erboven staat. Hoe doen we dat? Ik ga een keer even terug naar mijn applet. En ik ga een keer hier dat voorschrift gaan ontdekken. Wat was dat voorschrift nu weer? Even terugkijken. Dat was 3n kwadraat min 5n. Zie je? Dus 3n kwadraat min 5n. Delen door n kwadraat plus 1. Voilà, dat was het voorschrift. En de limietwaarde die was 3, hè? Die was 3. Oké, we gaan dat een beetje verplaatsen, om dat goed te zien, hè? Krijg ik dit. Dit kan ik waarschijnlijk ook wel verplaatsen, die definitie. Die kan ik daar zetten. En dit, dan zet ik iets al weg, maar ik heb dat niet meer nodig. Oké, zo. Dus dat is mijn rij. Oké. Wat gaan we nu doen? We gaan dan narekenen. Dus ik ga terug naar mijn verhaal. Dus dat betekent, ik heb hier net die afschatting gedaan en ik ben tot de conclusie gekomen dat ik n moet groter kiezen dan 8 over epsilon. Dus onthoud dat, hè. Onthoud 8 over epsilon. Dat is makkelijk om te onthouden ook. Ja. We gaan terug naar onze applet. We gaan onze epsilon een keer kiezen. 0,1. Wow, vind ik dat goed? Dat is geen enkel probleem. Wat is dan 8 over epsilon? Dus a is 80, zeker, hè? Dus n is 80. Dus n0, of tenminste 8 over epsilon is 80. Ik moet n groter kiezen dan 80, dus 81. Oké? Okay? Dus ik ga n gelijk aan 81 gaan kiezen. Dus we doen dat. 81 is hier. We gaan even moeten uitzoomen, hè, om te zien dat dat juist is. Wat stellen we vast? Kijk, dit is zeer interessant om te laten zien. We gaan even zien, hè. Dus we gaan kijken of dat klopt, hè. Dus ik heb een epsilon gekozen, 0,1. Bestaat er een n0? Ik beweer van wel, namelijk 81. Wat stel ik vast? Is het zo dat vanaf die n0, vanaf die 81, alle groene termen, alle groene bollen, binnen die band liggen? Dat is perfect in orde, mensen. Kijk maar. Dat is perfect in orde. Wie kan mij zeggen, wat is het grote verschil met de vorige oefening? Gebruik de chat. Wat is het grote verschil met de vorige oefening? Kan je dat zien? Ik vind die 81ste term. Dat is in orde. Ja, Robbe, dank u wel. En Wout. We starten niet bij de eerste groene. Kijk, eigenlijk kon ik kleiner. Voilà. Eigenlijk kon ik 51 hebben. Dus moest ik gerekend hebben, zoals gisteren aan boord, met mijn ongelijkheid, mijn tweede graadsongelijkheid. Ja? En ik had die perfect opgelost. Ja, pas op, hè. Dat was rekentechnisch niet makkelijk. Hè? Dat was niet makkelijk, rekentechnisch. Maar het ging. Ja? En op zich is dat een goede oefening. Ja? Versta dat, dat een goede oefening is. Dan zou jij een formule bekomen hebben die u als resultaat gaf voor 0,151. Eigenlijk hebben die formules staan. Je zou het kunnen narekenen. Moet dat maar een keer thuis doen. Als je dat gisteren opgeschreven hebt, heb je die formules staan. Maar je moet nu een keer toegeven, wie wil er nu die eerste... dat is niet nodig, hè? Laat ons eerlijk zijn, die definitie zegt niet dat dat nodig is. Dus waarom zou ik dat dan doen? Waarom zou ik het dan niet eenvoudiger maken? En zeggen van, weet je wat, ik ga iets verder gaan kijken. Natuurlijk, ik geef toe, als dat, bijvoorbeeld in dit voorbeeld, is dat zodanig eenvoudig dat ik u wel zou aanraden van, ga ten eerste gaan zoeken, hè. Waarom niet? Want die afschatting maken, wat ik hier doe, die merk op dat, ja, dat is niet zo eenvoudig, hè. Dat is niet zo eenvoudig. Je moet wel zorgen dat wat daar staat juist is, hè. Dus als je er kunt voor zorgen dat wat daar staat juist is, dan ga je het jezelf veel makkelijker maken. Als je weet van jezelf, ja, ik kan dat niet. Ja goed, dan ga je moeten gewoon werken met de standaardprocedure en ga je toch moeten met die tweede graadsongelijkheid werken. Wat dus ook lukt, hè. Wilt u gewoon maar eens zeggen, het lukt. Nee. Maar het is gewoon lastiger. Ja, dat is een vraag. Waar je zo die plus 3 verandert in plus 3n, ja. Mocht je eigenlijk ook gewoon die n tot de tweede weglaten en zeggen dat dat dan kleiner is dan 5n plus 3? Je moet er wel voor zorgen, als je die afschattingen maakt, moet je goed kijken. Ja? Dit stukje, 5n plus 3 op n kwadraat. Wat is de limiet daarvan? Dus als n zeer groot wordt, naar waar gaat dat? Dat zouden jullie nog moeten weten. Uit het eerste semester. Ja, we gaan het wel moeten zeggen, want ik heb even de chat niet openstaan. Kan er mij dat iemand zeggen? 5n plus 3 op n kwadraat. Als n naar oneindig gaat, naar waar gaat dat? Hoofdstuk 2 van dit jaar. Hoogste graadstermen dus.
Oei, dat zit blijkbaar ook ver dan. Allee, kom aan, gasten. Naar nul. Ja, niet twijfelen. Uw noemer gaat veel groter worden, gaat veel sneller, veel groter worden dan uw teller. Hè? Dus dat gaat naar nul, hè. Hoogste graadstermen. Moet die plus 3 op oneindig mag je laten vallen. Je hebt 5 op n. Dus dat gaat naar nul. Je moet er natuurlijk in uw afschatting altijd voor zorgen dat die limiet 0 voldaan blijft. Dus met andere woorden, als ik hier, ik heb mijn afschatting hier gemaakt en op het einde van de rit heb ik 8 op n staan. 8 op n, als n zeer groot wordt. Naar waar gaat dat? En naar 0 ook. Naar 0, hè. Dus, dat is oké. Dat is een afschatting die oké is. Want dat moet natuurlijk wel voldaan zijn, hè. Je moet je ongelijkheden zodanig gaan zetten dat die limietwaarde wel dezelfde blijft. Als jij zegt, van dat is kleiner dan 5n plus 3, dus je gaat die n-kwadraat weglaten, 5n plus 3. Ja, stel je voor, hè, 5n plus 3, als n zeer groot wordt, naar waar gaat dat? Plus oneindig. Ah ja, dus dat kan niet, hè. Zie je? Dus dat kan niet, hè. Dus dat moet je niet doen. Eigenlijk ga je daar, je gaat daar een sprong nemen die veel te groot is. Je moet zorgen dat de sprongen die je neemt, dus als je dingen weglaat, als je dingen verandert, moet je wel zorgen dat die limietwaarden doorheen je ongelijkheden dezelfde blijven. Dus je moet het niet te eenvoudig willen maken. Want dat is een beetje waar jij op aanstuurde. Hè? Jij zei van, ja, kunnen we niet gewoon zeggen van, we gaan die n kwadraat laten vallen. Hè? Want 5n plus 3 op n kwadraat, dat is toch kleiner dan 5n plus 3. Maar ja, wat gedeeld door. Ja, dat is misschien wel waar, maar je krijgt wel, je gaat appels met peren vergelijken. Letterlijk. Letterlijk, dat zijn twee totaal verschillende rijen. Terwijl de rij 5n plus 3 op n kwadraat en de rij 5n plus 3 in op n kwadraat, dat zijn rijen die heel hard op elkaar lijken. Omdat ze natuurlijk alle twee naar 0 gaan. Snap je dit? Ja. Ja, dus, mooie vraag, hè? Mooie vraag, maar een antwoord waar ik toch ook even moest over nadenken, uiteraard. Ja, maar dat mag, hè? Nadenken moet, hè? Ook in wiskunde, zeker in wiskunde. Oké. Is dat makkelijk? Nee, hè? Moet toegeven, hè? Makkelijk is dat niet, maar we zijn er nu wel, beweer ik. Hè? We zijn er nu wel. Wat moeten we nu nog doen? We nog bewijs opschrijven, dat is niet meer zo moeilijk. Dus wat gaan we doen? We nemen een epsilon. Bekijk nu goed hè? Wat er boven staat. Ik ga gewoon overschrijven. Hè? Neem epsilon groter dan 0. Ja. Wie kan de tweede regel zijn? Kies n0, wat moet ik kiezen voor n0? Probeer het te zeggen. Ik heb de chat niet openstaan. Nogmaals. Ali, wie ziet dat? Je kunt dat perfect zeggen. Kies N0 daaraan gelijk. En het komt goed. Zoals hè, die regel die daarboven staat. Hè? Kies N0, het kleinste, enzovoort. Klein is natuurlijk het al groter dan 1 en dan groter dan 8 op epsilon. Ja, juist. Groter dan, ja, er staat nog 0. Er staat nog 0. Waarom? Omdat we die n gelijk aan 1 even vergeten hadden. Dus ik ga daar natuurlijk 1 van maken. Hè. Voilà. Groter dan 1. Hè. Ja, dan is het juist, hè? Want dan is het ook niet 0. Hè. Nou, dan is het opgelost. Hè. Huidige. Zo, dus dan het kladwerk hadden we gedaan. Afschatting, correct gezet. Ja, groter dan 1, groter dan 8 over epsilon. Ja, en dan moeten we zijn, hè. Dus als we dan een n groter dan een 0 kiezen, dan moeten we die afschatting maken, dus die xn min 3. Waaraan was dat gelijk? We kijken, die xn min 3, dat was hetzelfde als 5n plus 3 op n kwadraat plus 1. Dat klopt, hè. En nu moet je kijken, hè. 5n plus 3 op n kwadraat plus 1 is kleiner dan 8 op n. Hup. Zie je dat? Je maakt direct een sprong van daar naar daar, hè. Ja, klopt, hè. En dan 8 op n. Is natuurlijk kleiner of gelijk aan 8 op n0, want hè, n is groter dan n0. Dus hier deel je weer. Hè. En zie ook iedere keer, die limietwaarde moet kloppen. Hè. Die 5n plus 3 op n kwadraat plus 1, dat gaat naar 0. Die 8 over n, dat gaat naar 0. Die 8 over n0, dat gaat naar 0. Dus dat moet kloppen, uiteraard. En omdat we nu, kent jullie dat de laatste pijl, omdat we n0 groter gekozen hebben dan 8 over epsilon, komt dat op hetzelfde neer als zeggen dat 8 over n0 kleiner is dan epsilon. Ik heb het. Dus het is gelukt. Dus opnieuw hetzelfde verhaal. Je kan dit bewijs natuurlijk niet gaan opschrijven zonder dat je het kladwerk op voorhand hebt gemaakt. Hè. Dat is duidelijk. Maar ik vind, wat je zeker moet kunnen is een oefening zoals A. Een oefening zoals D. Dit is een stevige. Maar zo'n eenvoudige. We gaan straks nog een eenvoudigere zien. Dat je zegt van, kom, dat ligt je toch voor de hand. Dat moet je wel kunnen, vind ik. Ik vind nu wel, hè, die merk op dat is hier niet zo evident. Hè. Het is niet zo evident om dat te zien. Hoe dat toegeven. Ja, maar we hebben het nu al een keer gezien in de les hoe je dat kunt doen. Hè. Dus er komen nog oefeningen om precies het niveau in te schatten. Ik vind eigenlijk A
iets te makkelijk en ik vind D iets te moeilijk, als ik eerlijk mag zijn. Ik moet er eens tussen halen. Maar dat komt nog. Dat zal zijn voor het tweede uurtje, maar we gaan pauzeren. Als dat oké is voor jullie. Misschien eerst nog, is er nog feedback hierover, mensen? Is dat nu wat duidelijker geworden? Maar ik had het gevoel, vrijdag, vrijdag in de les, hè, maar dat was dan het laatste uur, hè, weet je nog? Dus ik dacht van, het kan geen kwaad van dit te hernemen. Heeft dit effectief iets bijgebracht? Oké. Prima. Allee, kom. Dat klinkt vrij bevestigend. Ik hoop het. Hè. We stoppen hier en we zien elkaar binnen 10 minuutjes terug. Hè. Dus 9:30. Tot dan. Oei, wacht. Er is nog een vraag. Wat met de waarden ervoor? Wat bedoel je, Brit? De anderen mogen al in pauze gaan als ze willen. Hè. Maar zo wat die, die groene bollen die daar zo voor die achter. Ja, ja, ja. Ja, oké, okay, ja. Ja, maar die dus, ik snap een beetje uw vraag, maar probeer, als je die definitie leest, ik ga ze nog een keer lezen, hè. Er moet, dus voor elke epsilon die je kiest, voor elke band die je legt, moet er een volgnummer zijn, zodat vanaf dat volgnummer alle termen binnen die band liggen. Dat is wat er staat, hè. Ik heb dat volgnummer gevonden, voor mijn voorbeeld, en dat volgnummer was, ik ga terug, wat was het? 81, hè? Juist, hè? Help mij even, denk het. Ik denk dat 81. Ja, 81. Ja, oké, dank u wel. 81. Klopt het wat ik hier zeg? Klopt het dat vanaf 81 alle termen die daarna komen binnen de groene band liggen? Is dat een ja of is dat een nee? Ja. Voilà. Dan is het oké. Dan moet je niets aantrekken van het feit dat er nog, dat volgnummer nog kleiner kan. Je moet je niets aantrekken van het feit dat dat volgnummer nog kleiner kan. Je moet, er staat nergens in die definitie, nogmaals, er staat nergens in die definitie dat je het eerste groene bolletje moet vinden. Er staat er nergens in. Omdat dat niet nodig is. Omdat dat wiskundig gewoon niet nodig is. Je moet gewoon een volgnummer vinden, zodat vanaf dat volgnummer al die termen binnen die band liggen. En ik heb dat gevonden. 81 is juist. 164 was ook juist, hè. Dat was ook juist, hè. Want dat klopt, hè. Alles na 81 is juist, hè. Alles na 51 is juist. Snap je? Maar jij moet gewoon een formule ontwikkelen die een verband, ik zeg wel een verband, geeft, hè. Dat verband is totaal niet uniek. Tenzij je natuurlijk iedere keer dat eerste groene bolletje wilt. Maar dat is niet nodig, in principe. Snap je? Ja, dank u wel. Ja, zeer goede vraag, hè. Want dat is zo'n een klik die je moet proberen te maken. 6-2-4, rijen met een oneindige limiet. Ja. En ik beschouw dus een zeer eenvoudig voorbeeld. Hè. Ik heb de rij xn, n element van n, met n, xn is n kwadraat. Hè. En ik ga die rij gaan bekijken en ik weet, dat was een voorbeeld, hè. Ik denk voorbeeld 8 in onze cursus was dat om precies te zijn. En we weten daarvan dat de limiet van die rij, dat dat plus oneindig was. De vraag is... Ja, dus het is met dezelfde problematiek als dat we hadden met convergente rijen. De precieze definitie van de limiet is 3. Hè, dat was ook niet zo evident om dat goed uit te leggen. Ja, je zal zien dat dat hier ook, hè, niet zo makkelijk is om dat uit te leggen. Maar misschien makkelijker toch dan het convergente geval. Je zou bijvoorbeeld kunnen gaan zeggen, kunnen we zeggen, eerste poging, dat vanaf een bepaalde waarde in de rij, dat die termen groot zijn. Maar dan bots je natuurlijk weer op hetzelfde probleem zoals dat we al ervaren hebben als het gaat over convergente limiet, namelijk wat is groot? Ja? Ik herinner mij het verhaal van de convergente limiet, waarbij dat we zeiden van de limiet is 3, hadden we bijvoorbeeld gezegd van kunnen we zeggen dat het afstand tussen de term en 3, dat dat klein was. Maar zeggen dat een afstand klein is, dat is in wiskunde eigenlijk een waardeloos begrip, omdat dat zeer relatief is. Ja? Hetzelfde geldt natuurlijk aan de andere kant voor groot. Zeggen dat die termen groot worden, dat is natuurlijk opnieuw een zeer relatief begrip. Ik wil daar wel een concreet voorbeeld van geven. Iemand die mij zou kunnen zeggen wat de limiet is van deze rij. Er is een beetje aan gekunsteld, je ziet dat wel een beetje waarschijnlijk. Dus de rij met als voorschrift 15 keer 10 tot de zevende, ja, maal n, gedeeld door n plus 1. Wat zou de limiet zijn van deze rij? Dus eigenlijk staat er 150 miljoen. N op n plus 1, als je het precies wilt. Als je het... 1 ook? Nee, nee, de limiet is niet 1, hoor. Wat is de limiet van deze rij? Nul. Ai, 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 nee.
uiteraard. Dus hoogste graadstermen nemen, dat betekent heel concreet ja, dat die 1 er niet veel te doet op oneindig. Dus je krijgt gewoon de n kan je schrappen, je krijgt gewoon 150 miljoen. Dus 15 maal 10 tot de 7e. Dus de limiet van deze rij is niet plus oneindig. Hè? Ja, het is niet plus oneindig. Hè? En niet is 150 miljoen. Ja. Maar het is wel zo dat, moest de eenheid een kilometer zijn, dat u een tweede term van uw rij al de helft is van de afstand van de aarde tot de zon. Snap je? Dus zeggen van, de rij wordt groot, de afstand van de aarde tot de zon is niet oneindig groot, hè, gast. Sorry, dat is einde. Hè? Het is wel groot, maar het is niet oneindig groot. Dus zeggen dat iets groot is, om te gaan duidelijk maken dat iets oneindig groot wordt, dat zijn twee totaal verschillende begrippen. Daar moeten we wel mee oppassen. Ja, dus dit zal niet de goede werkwijze zijn. Ik hoop dat dat voorbeeldje dat gewoon duidelijk maakt. Wat is wel een goede werkwijze? Maar het is weer hetzelfde verhaal. Het is weer datzelfde spelletje. Namelijk, we kunnen die xn, dus die termen, zo groot maken als we willen. Het enige dat we moeten doen, is voldoende ver in de rij gaan. Dat lijkt, als je dat zinnetje leest, ik vind dat dat zeer goed lijkt op de convergentiedefinitie. Waarbij dat we zeggen, we kunnen het verschil tussen de term en de limietwaarde zo klein maken als we willen. Ja. Door n voldoende groot te nemen, door voldoende ver in de rij te gaan. Hier zeggen we kunnen die term xn zo groot maken als we willen. Door n voldoende groot te nemen, door voldoende ver in de rij te gaan. Dit is de goede manier om het wiskundig gezien te gaan uitdrukken. Wat betekent dat? Iets wiskundiger? Well, dat is weer wat ingewikkeld, maar dat lijkt natuurlijk heel hard op die limietdefinitie voor convergentie die we hadden. Want dat betekent eigenlijk voor elk getal dat je neemt, voor elke m, ja, hoe groot ook, dat er een moment in de rij moet bestaan, een n0, zodat vanaf die n0, voor n groter dan n0, de term xn groter is dan m. Dat is het eigenlijk. Hè. Voor elke keuze die je maakt, bestaat er een bepaald volgnummer, zodat vanaf dat volgnummer alle termen boven groter zijn dan die keuze, groter zijn dan m. Nu, we gaan dat straks ook een keer visueel gaan voorstellen. Je kan dat visueel, eigenlijk kan je dat heel plastisch gaan uitdrukken, maar daar kom ik misschien bij de tekening dan toe. Laten we nog een keer kijken voor dit voorbeeld hier, hoe dat we dat dan kunnen gaan narekenen. Eigenlijk is dat voor dit voorbeeld ja, op zich vrij eenvoudig. Want wat willen we doen? We willen xn groter krijgen dan m. Dus dan wil ik weer dat verband gaan vinden tussen die m en die n0. Het is weer dezelfde oefening als daar straks. Als ik u een willekeurige m heb, dan moet jij mij kunnen zeggen, waaraan is die n0 gelijk? Vanaf welk moment is dat? En die m die je kiest, daar heb jij niet voor het zeggen. Hè? Jij mag niet zeggen, ik kies m gelijk aan 3 miljoen. Hè? Nee, die m die wordt eigenlijk door iemand anders gekozen, moet je denken. En jij weet niet op voorhand hoeveel dat is. Dus jij moet zeggen, van ik wil een n0, een volgnummer, dat afhangt van die m. Dat voor elke m die mij geboden wordt, correct is. Maar op zich is dat weer niet moeilijk met uw kladwerk, daar gaan we weer. Ik wil xn, dus nu beginnen we weer achteraan, ik wil xn groter maken dan m. Maar mijn xn is natuurlijk n kwadraat, dus ik wil n kwadraat groter maken dan m. Dus op zich is dat niet zo lastig, wat moeten we doen? We moeten n groter kiezen dan de vierkantswortel uit m. Ja. Hier kan er wel een klein probleem zijn, leg uit, wat zou hier een probleem kunnen zijn? Er zou een probleem kunnen ontstaan hier, vanuit wiskundig oogpunt. En dat kladwerk. Wat als... Ja, zeer goed. Wat als m negatief is? Ja, dan bestaat dat hier niet. Nu, daar is er een eenvoudige oplossing voor. Hè? Hoe zou je kunnen zorgen dat die vierkantswortel m, dat je daar iets aan toevoegt, zodat dat altijd bestaat? En ik denk, ja, wat zou je daar kunnen aan toevoegen? Nu staat er een vierkant... waarde? Ja, tuurlijk. Hè. Ja, zet daar een absolute waarde rond. En dan heb je dat probleem niet. Hè. Ja, dus dat zijn dingen die je moet zien. Maar op zich, allee, dat zijn details. Eigenlijk zijn dat details. Hè. Moest je daar een fout tegen maken, bijvoorbeeld, dat is op zich is dat niet zo erg. Hè. Dat is niet zo erg. Hè. Maar voor de volledigheid, we willen wel wat correct is, uiteraard. Als ik dit schrijf, is het altijd juist. Hè. Kies n groter dan de wortel uit absolute waarde m. Dat is nooit een probleem. Dan gaat het altijd lukken. Dus het kladwerk ja, was hier zeer eenvoudig. Trouwens, merk op, wat denk je? Ga ik hier de kleinste groene bol vinden? Of gaat hij... Welke techniek is dit? Is dat de kleinste groene bol of is het ergens verder? Is dat de eerste techniek waarbij dat je op zoek gaat naar de kleinste? Of is het een tweede techniek waarbij dat je afschattingen maakt en waar dat je eigenlijk maar later in je rij inspringt?
Nee, het is niet verder. Nee, het is de kleinste. Hè. Maar ik heb hier toch... Hier heb ik toch niet vergeleken. Die vorige techniek, Julie, dat was een techniek waarbij dat we eigenlijk gaan vergelijken met andere rijen. We vergelijken ons voorschrift met andere rijen die makkelijker zijn. Ja, hè? Dat heb ik hier toch niet gedaan. Ik heb dat gewoon rechtstreeks uitgerekend naar n. Het moment dat je rechtstreeks uitrekent naar n, ja, dan zoek je altijd de kleinste. Hè? Dat kan je eigenlijk zeker weten. Oké, okay? Eens dat je dat kladwerk hebt, moet je het nog opschrijven. Bewijs, hoe gaat dat dan? Waar kiest de willekeurige m? Ja, dat weten we. Hoe gaan we n0 kiezen? Dat staat erop. Hè. Kies n0, het kleinste natuurlijk getal. Kijk, daar staat het, hè. Het kleinste trouwens. Het kleinste natuurlijk getal, groter dan de vierkantswortel uit absolute waarde m. En dan moet gelukt zijn. Hè. Want als ik dan een n groter dan n0 kies, dan zal xn, n kwadraat, natuurlijk groter zijn dan n0 kwadraat. Uiteraard, want n is groter dan n0. N0 kwadraat, n0 is groter dan wortel m, dus n0 kwadraat is groter dan absolute waarde m. En de absolute waarde van m is natuurlijk altijd groter dan m. Hè. Dat klopt altijd. Hè? Dus heb ik inderdaad, lees van links naar rechts, dat xn groter is dan m. En dat is exact wat ik moest bewijzen. Ik moest bewijzen dat xn groter was dan m. Sorry. En dat lijkt inderdaad nu perfect gelukt te zijn. Dus als je de vorige les een beetje begrepen hebt, dan ga je zien dat er heel veel parallellen zijn. Allee, dat is niet zo nieuw wat we nu aan het doen zijn. Dat is een systeem dat we eigenlijk al kennen. Ja, je kiest een willekeurige m, daar straks was het epsilon. Maar de uitdaging is dezelfde. Je moet een verband vinden tussen n0 en m. En je moet op zoek gaan naar een formule die mij zegt, ja, hoe moet ik, als ik die m krijg, hoe moet ik die n0 gaan kiezen? Ja, en dan moet je gewoon nog checken, klopt het nu? Is het nu inderdaad zo dat xn dan groter is dan m? Maar dat doe je op basis van je kladwerk eigenlijk. Laat ons dan een keer visueel voorstellen. Dat is de definitie, dus we hebben het eigenlijk helemaal over gehad. Ja, alles wat hier staat is, denk ik, gezegd. Ja. En dit is eigenlijk de grafische interpretatie. En die vind ik wel mooi. Want eigenlijk, hoe kan je dat nu eigenlijk zeggen? Ik zeg altijd, maar je kunt dat moeilijk gaan, wetenschappelijk gaan opschrijven, wat ik nu ga vertellen. Maar eigenlijk, een rij die naar oneindig gaat, die naar plus oneindig gaat, in dit voorbeeld, dat is eigenlijk een rij die geen plafond heeft. Je kunt die rij niet plafonneren. En met plafonneren bedoel ik dat je dus die termen op een bepaald moment, ja, onder een bepaalde waarde krijgt. Je kunt die niet gaan plafonneren als die naar plus oneindig gaat. Iets wiskundiger gezegd, betekent dat eigenlijk het volgende. Dat betekent eigenlijk voor elk plafond dat je wil leggen, die m, die moet je zien als een soort van plafond dat je wil leggen. Ja, je legt dat daar. Je zegt van, ik wil mijn termen daar op een bepaald moment onder krijgen. Maar dan ga je zien dat dat niet lukt. Dus met andere woorden, niet lukken, dat betekent dat er een moment moet bestaan, een n0, zodat vanaf dat moment uw termen door het plafond gaan. Snap je dat? Als je dat zo interpreteert, voor elk plafond dat je probeert te leggen, lukt het niet. Dus bestaat er een volgnummer, zodat vanaf dat volgnummer al uw termen door het plafond gaan, dan heb je eigenlijk uw definitie staan. Dat is exact wat er staat. Voor elke m bestaat een n0, zodat vanaf n0 alle termen boven m liggen. Snap je? Dus zo kan je het onthouden. Een rij die naar plus oneindig gaat, ja, dat plafond dat bestaat niet. Voor elke keuze die jij maakt, kan ik erover. Je mag mij een willekeurige keuze nemen voor je plafond, ik kan erover. En mijn voorbeeld was het, pak de vierkantswortel uit de absolute waarde van jouw keuze, ja, en ik zit erboven. Daar komt het op neer. Zie je? Dus eigenlijk, ik vind die definitie eigenlijk makkelijker. Ik vind dat, omdat er ook bijvoorbeeld geen absolute waarde in staat. Er staat geen absolute waarde, dan heb je dat niet nodig. Je moet hier geen afstand gaan meten tussen twee dingen. Je moet gewoon zorgen dat je groter zit dan die waarde m. Dus in de m. In principe is die definitie makkelijker. We gaan opnieuw een keer tonen hoe we dat gebruiken. Ja, hoe gebruiken we dat? Nou, nu zou je eigenlijk echt moeten proberen om dat zelf ook een keer te gaan doen. Dat is denk ik nu het derde voorbeeld dat we in die context gaan zien. Je zal zien, die bewijsjes die we opstellen, dat die iedere keer dezelfde zijn. Het eerste dat je moet doen, ik kijk naar 5n-2. Ja, ik wil de limiet berekenen van deze rij 5n-2. Ja, natuurlijk is die limiet plus oneindig. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Die limiet is plus oneindig. Maar nu wil ik dat verband vastleggen. Het is weer zo, het berekenen van de limiet wordt geen uitdaging. De uitdaging wordt wel weer dat verband duidelijk maken. Dus hoe doe je dat nu? Een voorbeeldje. Je start, dus we zetten onze definitie weer bovenaan. Die moet je ergens in je hoofd houden. Dus voor elke m die kies, er bestaat een n0. Vanaf die n0 is xn groter dan m. Uw kladwerk begint weer achteraan kijken waar je naartoe moet. Ik wil xn groter krijgen dan m. Ik wil 5n-2 groter krijgen dan m. Allee. Is dat moeilijk? Ik wil 5n-2 groter krijgen dan m. Wie vult aan? Hoe moet ik n kiezen?
Ik wil 5 en min 2 groter krijgen dan m. Hoe moet ik n kiezen? N is groter dan n plus 2 over 5. Dank u wel, Anke. Dat was voor iedereen wat duidelijk. Dat kan je gewoon narekenen, hè, mensen. Dit is niet al... Allee, snap je? Heb je het door? Is dat de eerste groene bol of is het verder in de rij? Dank je. De eerste, hè, dat is gewoon rechtstreeks uitrekenen. Dat is gewoon rechtstreeks uitrekenen hoe je het moet doen. Makkelijker kan niet, hè. Dit is iets te eenvoudig ook, vind ik, hè. Maar het toont wel aan dat het in sommige omstandigheden zeer eenvoudig is, hè. 5 en min 2 groter dan m, ja, dan is n groter dan m plus 2 over 5. Net zoals daar straks, hè, mensen. Daar straks had je een verband tussen n en epsilon en moest je daar n uithalen. Hier heb je een verband tussen n en m en moet je er opnieuw n uithalen. Het is juist zaal, hè. Uw kladwerk. Oké, nu gaan we samen het bewijs opstellen. Bewijs. Hoe begin ik? Ik wil het getypt zien, hè, mensen, in de chatbox. Kom aan. Ik wil mijn bewijs opstellen. Eerste stap. We hebben het nu al een paar keer zien passeren. Om je bewijs op te stellen, moet je goed kijken naar wat je moet bewijzen. Wat je moet bewijzen, is wat in het geel staat in dat kadertje. Je moet bewijzen dat voor elke keuze die gemaakt wordt van m in de element van r, dat er een volgnummer bestaat in 0, zodat vanaf die n0 alle termen boven m liggen. Juist, hè? Hoe start je dan met je bewijs? Neem een m in de element van r. Oké, volgende regel. Volgende regel. Wie probeert? Gebruik uw kladwerk, hè, mensen. We hebben dat kladwerkje gemaakt. Dat ligt daar klaar. Het ligt klaar om vast te nemen. Hè. We kunnen ermee aan de slag. Kies n0. Het kleinste natuurlijke getal, groter dan n plus 2 over 5. Dat is perfect. Wie gaat verder? Dus we zitten nu in ons te bewijzen, hè? We hebben die m, dat is in orde, hè? We hebben die n0, dat is in orde. Dus dan zitten we hier. Dus, wat moet de volgende regel zijn? Neem nu n groter of gelijk aan n0. Zie je het? Ik denk dat je het begint te snappen. Hè? Om eerlijk te zijn, ik denk dat je het begint te snappen. Als je zit dat hier echt goed aan het opschrijven nu. Hè? Die logica van, eigenlijk is dat niet zo moeilijk. Hè? En nu? Wat moeten we nu nog doen? Dus dan is dit hier ook in orde. En nu moet de pijl volgen. Dus nu moet ik kunnen aantonen dat x n groter is dan m. Maar dat is niet meer moeilijk, want ik heb het eigenlijk is dat in orde. Het is gewoon nu een kwestie van het op te schrijven. Dus wat is xn? Xn is 5n min 2. Ja, dus daarmee begin ik. Xn is 5n min 2. En wie kan nu verder? 5n min 2. Is groter of gelijk aan? Groter of gelijk aan wat? Helemaal op het einde van mijn bewijs moet er staan m. Ja, maar dat is te snel. Dat is te snel, Robbe. Ik vind dat iets te snel gaat nu. Ja, ik hoor u denken, meneer, het staat toch in mijn kladwerk? Ja, maar hij moet nog het verband leggen met die n0, vind ik. Je moet nog het verband leggen met die n0. Er staat nog één stapje tussen, vind ik. Welk stapje bedoel ik? Wie weet dat?
Je moet nog het verband leggen met de N0. Maar als je nu gewoon zegt M, ja, waarom heb je dan... Allee, welke rol speelt die N0 dan? Ja, Julie, jij hebt gelijk, 5N0-2. 5N-2 is groter dan 5N0-2. Ah ja, hè, want N is groter dan N0. Dus 5 keer N-2 is groter dan 5 keer N0-2. Hè. En nu mag je zeggen dat is groter dan M. Die M plus 2 over 5, dat is gedaan, hè, mensen. Dat is niet meer nodig. Hè. Nee, want die kijk... Dan vraagt u misschien, ja, uw kladwerk, dat staat in N, dat staat niet in N0. Maar goed, je zou dat kladwerk ook in N0 kunnen schrijven. Dat maakt nu niet zoveel uit. Dat is gewoon minder schrijfwerk in N. Maar je hebt dat N0 groter is dan N plus 2 over 5. Dat klopt, hè, want N0 is het kleinste natuurlijk getal groter dan. Ik lees dat. Dus N0 is zeker groter dan N plus 2 over 5. Dus 5 keer N0, dat betekent hetzelfde als 5 keer N0 min 2 is groter dan M. Hè. Dus die laatste stap, hier, hè, die laatste, hè, dit... Dat is oké, okay, hier gebruik ik mijn kladwerk. 5N0 met 2 is groter dan M. Maar je moet altijd nog het verband kunnen leggen tussen N en N0. En het is gelukt. Begint het te dagen? We gaan het nog een keer proberen. Hè? Moet dat een keer of 4-5 gezien hebben, hè? Die je dat kunt. Kijk, dat vind ik nu... Dat bewijs is niet... Allee, opzij is dat niet slecht, maar dat is te makkelijk. Hè? Nee, dat is toch te makkelijk om dat kladwerk te doen, vind ik. Dus dat mag wel iets pikanter zijn. Ja, maar ik heb eigenlijk nu over dit... De limiet van, het is het laatste voorbeeld over dit onderdeeltje, denk ik. De limiet van vierkantswortel n kwadraat plus 3n plus 6, als n naar oneindig gaat. Als je er even over nadenkt, wat er daaronder die wortel staat, dat wordt natuurlijk oneindig groot. En je gaat daar de wortel uitnemen, dat heeft geen invloed op het oneindig groot worden, hoor. Dus dat blijft plus oneindig, die limiet. Dus opnieuw, het berekenen van die limiet is op zich niet zo moeilijk. Als je daaraan twijfelt, mensen, moet maar een paar waarden invullen. Hè. Je gaat zien dat dat vrij snel stijgt, hoor. Goed. Ik wil dat bewijzen, dat deze limiet klopt. Dus ik ga beginnen met mijn kladwerk. Je ziet ook, het is weer niet zo groot. Hè? Ik ga beginnen met mijn kladwerk. Dus ik wil de vierkantswortel uit n kwadraat plus 3n plus 6 groter krijgen dan m. Wat moet ik nu in principe doen met die ongelijkheid? Wat moet ik nu in principe doen met die ongelijkheid? Naar n uitwerken. Snappen jullie dat dat in vergelijking met de vorige oefening best wel een serieuze uitdaging gaat zijn? Ja, hè? Dat wordt veel minder evident. Je gaat dat moeten kwadrateren. Je gaat moeten opnieuw zo'n soort van vierkantsvergelijking, dat is te zeggen, een tweede graadsongelijkheid bekomen. Dan weet je al van, waarschijnlijk niet nodig. Dus met andere woorden, we gaan weer hetzelfde principe doen. Zoals dat straks. Het is nu wel omgekeerd, in die zin. Ik wil iets groter krijgen dan m. Ik wil het wortel uit n kwadraat plus 3 en plus 6 groter krijgen dan m. Dan moet ik weer een keer gaan nadenken van, kan ik hier geen verstandige afschatting gaan doen om dat sneller te doen gaan? En ik beweer dat dat lukt. Kijk. Ik wil dit groter krijgen dan m, maar merk op dat wat hier staat, de vierkantswortel uit n kwadraat plus 3 en plus 6, ben je akkoord dat dat gewoon groter is dan de wortel uit n kwadraat? Die 3n plus 6, dat is iets dat je eraan toevoegt bij die n kwadraat. Iets dat altijd positief is. Ook als n nul is, hè? Altijd positief. Dus ja, als het gaat over het limietgedrag, als het gaat over het feit van ik wil die wortel uit n kwadraat plus 3n plus 6 willekeurig groot krijgen, tja, kun je gewoon zeggen dat is altijd groter dan wortel uit n kwadraat. Snap je? En waaraan is de wortel uit n kwadraat gelijk? Dat is gewoon n. En zelfs niet de absolute waarde van n, hè, want n is gewoon een natuurlijk getal. Dus dat is gewoon n. Dus het is al gedaan. Het volstaat dus eigenlijk gewoon om n groter dan m te nemen. Want als je er kan voor zorgen dat die n groter is dan m, dan zal ook die wortel uit n kwadraat plus 3n plus 6 groter zijn dan m, uiteraard. Dus het is al gelukt. Dus door opnieuw heel slim die afschatting te maken, dat is heel slim, hè, dat is het nadenken van, kan ik dat vergelijken? Kan ik die rij... Met voorschrift vierkantswortel n kwadraat plus 3n plus 6, kan ik die rij vergelijken met een rij die makkelijker is. En de rij vierkantswortel n kwadraat, die is toch wel een pak makkelijker. Om mee te vergelijken, snap je? Dat is eigenlijk het plan. Dat is eigenlijk geen dat we gaan doen. Dus dan moeten we het bewijs nog opschrijven. Dan is dat kinderspel, hè. Kladwerk is gedaan. Dus dan kunnen we dat opschrijven. Allee, daar gaan we weer. Eerste regel. Kom aan, shoot. Neem m een element van R. Hebben we het woord. Tweede regel.
En 0 is het kleinste natuurlijke getal groter dan m. Natuurlijk, ja, het staat hier wat je moet doen. Ja? Oké, okay, volgende regel. Hij gaat mij dankbaar zijn dat ik u dat gegeven heb in het middelbaar. Het is uitbreiding, hè, mensen. Dat iemand die in de 6 uur zit, ziet dat niet. Hè? Allee, meestal niet. Maar gaat dan de NIF komen? Het is altijd hetzelfde. Als ik dan gasten zie die in de NIF zitten, en ze zien mij terug, na zoveel jaar, dan zeggen ze, meneer, allee, dat epsilon delta, zo noemt dat eigenlijk, epsilon n-definities, dat hebben wij niet gedaan in het middelbaar. En ik verstond dat niet in het begin. Dat heeft lang geduurd voordat ik dat verstond. En dan heb ik dat onthouden. Ik zeg van, oké, that's something we'll have to remedy. Dus daar moeten we iets aan doen. Volgende regel, zeg maar. Neem n groter of gelijk aan n0. Oké, en nu? Dan zal. Dan zal. Xn is de wortel uit, ja. Ja, de wortel uit wat? Het is niet helemaal afgewerkt. Nu zie ik verschillende dingen. Xn is n, maar xn is nu wel niet direct n, hè. Dus je moet wel... Dus wat is xn? Uw rij waarover je spreekt is deze, hè. De wortel uit n kwadraat plus 3 en plus 6, hè. Juist, hè. Je moet altijd wel even teruggrijpen naar uw rij, hè. De rij is niet n, hè. Nee, dat klopt niet, hè. Maar xn, de rij xn, heeft als voorschrift vierkantswortel n kwadraat plus 3 en plus 6. Dat gaat groter zijn dan wat? Wat moet ik nu veranderen? Kijk naar het vorige voorbeeldje. Naar welke link komt er nu? Je mag gewoon in de chat schrijven wat er verandert. Je moet de n veranderen naar n0. Ja, dat is groter dan n0 kwadraat. Dat klopt, hè. Omdat n groter is dan n0, gaat zeker die groter zijn dan die. Oké. Okay. En nu, wat komt er hierachter? Vierkantswortel uit n0 kwadraat plus 3 en 0 plus 6. Nu moet je afschatting gebruiken, hè. Groter dan n? Nee. Ik vind van niet. Dan ga je terug naar n springen. Dat lijkt me niet logisch. We zitten in n0. We hebben juist de overgang naar n0 gemaakt. Ja, Wout, maar u zeggen, meneer, dat is toch een detail? Maar nee, hè. Je maakt de overgang van n naar n0, dus moet je zeggen, dat is groter of gelijk aan... Kijk, ik gebruik mijn afschatting groter of gelijk aan vierkantswortel n0 kwadraat. Ja. Ja, er mag hier zelfs staan. Ja, ik zie het nu inderdaad. Ja, mijn slides, mensen, je weet, het is daar werk aan, hè. Ik zou hier al kunnen schrijven, strikt groter dan, hè. Edit. Dus, snap je? Zo, hè. Het is niet fout als er staat groter of gelijk aan. Even doorgaan. Dus ja, lijkt mij logischer waarom, omdat het ook in mijn afschatting zo staat. Hè. Het is ook juister, denk ik. Hè. Ja, dat is altijd strikt groter dan, hè. Want ja, als n0 gelijk is aan 0, staat er aan wortel 6. Hè. Ja. En de wortel uit n0 kwadraat is natuurlijk n0. En ik heb n0, kijk nu goed, ik heb n0 groter dan m gekozen. Hè. Kies n0, kleinste natuurlijk groter dan m. Het is gelukt. Xn, kijk maar, van links naar rechts. Xn is groter dan m. Het is juist. Het is gelukt. Snap je? Is dit de techniek waarbij je het eerste groene bolletje vindt? Of zitten we verder in de rij? Ben je het door te hebben? Welke techniek is het? Eerste groene bol. Snap je? Want je vergelijkt met een rij die veel eenvoudiger is. Je vergelijkt met een rij die veel eenvoudiger is. Merk op, Robert, was jouw vraag. Ik ga weer een keer checken. Het limietgedrag van deze rij, die rij gaat naar plus oneindig. Hè. Deze rij, n, die gaat ook naar plus oneindig. Hè. Dus dat moet altijd kloppen. Hè. Als je afschatting maakt, dan moet je zorgen dat je rijen vergelijkt met elkaar die hetzelfde limietgedrag hebben, uiteraard. Ja, dat is logisch. Oké, okay. Zijn we akkoord. Beginnen te dagen. Beginnen te zeggen van, dat is een mooi systeem. Het zit goed in elkaar. Het is daar goed over nagedacht. Dit klopt. Ik hoop van wel. Ik hoop dat dat begint te kloppen. Oké. Ik denk dat we oefeningen gaan maken. Oh, die eerste is wel een keer heel interessant om te zien of dat het begrijpt. Vind ik. Echt waar. We hebben nog één geval eigenlijk niet behandeld. Namelijk, wat als de limiet min oneindig is? Daar hebben we niet over gehad, hè. Wel nu. Is het A, is het B, is het C of is het D? Alsjeblieft, zorg dat je het juist hebt. Dat zou voor mij zo bevestigend zijn als je het juist hebt. Als je het fout hebt... Oh.
zou heel jammer zijn moest het fout hebben, ik zou het zo zeggen. Dan heb je het niet begrepen. Wat is de limietdefinitie op min oneindig? Dat is de vraag. Nu ga ik niet durven antwoorden. Hè. Dat is psychologisch niet zo slim van mij. Allee, wie durft? Wie is overtuigd? Er is een antwoord. Het kan nog niet zijn of dat juist is of niet. Hè. Ik wil gewoon zien wat denken de anderen. Is dat nu... Is dat nu juist of is dat nu... Kom maar. Als je mijn verhaal goed gesnapt hebt, zie dat voor u. Een rij die naar min oneindig gaat. Zie dat voor u. We kunnen niet mis. Beweer ik. Gaan jullie akkoord met C of niet? Wout gaat akkoord, August niet. Dus dat is 1-1, hè? Ik wil nog iets meer bevestiging. Van het ene of van het andere. Is het C of niet? Kom aan. Spannend. Het is 2-1. In het voordeel van 9. Mag nog even bedoelen, zijn maar 19 mensen. Het zijn er dan heel veel die geen mening hebben, blijkbaar. Dat is ook jammer, hè, als je geen mening hebt. Hey, denk na. Wat betekent het dat een rij naar min oneindig gaat? Denk aan dat verhaal van dat plafond. Dat verhaal van dat plafond dat ging perfect voor de rij die naar plus oneindig gaat. Je hoeft echt niet zoveel te veranderen om er een verhaal van te maken voor de rij die naar min oneindig gaat. Hoor. Mm-hmm. Robbe en Wout, jullie zijn B. B. Mm-hmm. Robbe, hij wordt eerst, hè? Robbe de Vos. Ik weet niet, je iets zetten, hè? Is iets zetten van iets daarover te zeggen waarom jij C antwoordt? Ik denk het. Maar... Kan je het in je eigen woorden uitleggen? Dus je gaat altijd, je N moet altijd goed zijn aan je N0, omdat je verder gaat in je rij. Ja? En dan moet je verder naar omlaag gaan. Dus je M is eigenlijk je vloer nu in plaats van je plafond. Dus moet je altijd al lager zijn dan die M. Mm-hmm. Ja, dat is perfect. Ik had het al een beetje door dat jij goed mee was. En dat blijkt ook qua te kloppen. Ik kan het niet beter zijn dan wat je net gezegd hebt. Ja, die zijn B. Sorry mensen, maar dat... Nee toch. Allee, dan ga je... dat is totaal irrelevant antwoord. Want... Allee... Dan ga je terug gaan en je moet verder gaan in je rij. Hè? Je moet vanaf een bepaald moment, ik heb het toch altijd gezegd, vanaf een bepaald moment in nul, moet alles nu natuurlijk kleiner zijn dan M. En daar staat de tekening. Hè? Ik kan het met die tekening heel duidelijk maken. Hè? Ik heb daar een bepaald... En het is heel mooi zoals Robert zegt, in plaats van een plafond heb je een vloer. Hè? Of een kelder, hè? Of noem het zoals dat je wilt. Maar je hebt gewoon een vloer dat gelegd. En eigenlijk bestaat die vloer niet. Dus voor elke M die je legt, bestaat de vloer niet. Dus er moet een N0 bestaan, zodat vanaf die N0 alles onder die vloer ligt. En ik heb het daar voor mijn tekening, ik zie dat. Dat was een voorbeeld dat we gezien hadden nergens. Hè? Ik heb het daar een keer getoond. Voor die M, kijk, vanaf de 28e term, ligt alles onder de vloer. Dus er is geen twijfel mogelijk. Het is wat ik zie. Ja, oppassen. Hè? Allee, dat is toch vrij basic, dacht ik. Hè? Wat zou je toch moeten goed begrepen hebben? Oké, okay, maar nog eentje, denk ik. Hè. Dit is een toetsvraag. Van een tijdje terug. Convergeert de volgende rij. Motiveer je antwoord. En het is deze rij. Kijk goed, het is rij xn. Die is gelijk aan n over n plus 1 als n oneven is. En 0 als n even is.
Wie probeert? Dat zal de laatste oefening zijn, denk ik. Moet je afhankelijk van hoe vlot dit gaat. Is deze rij convergent? Ja of nee? Liefst ook een verklaring. Allee, mensen, kom aan. Dat is niet de moeilijkste oefening, is dit? Heeft niets te maken met de bewijsvoering bijvoorbeeld van daarstraks. Die bewijsvoeringen, dat was een pak moeilijker. Hè? Effectief gaan bewijzen, dat verband gaan zoeken tussen die epsilon en de nul. Dat zijn... Maar dit zijn eigenlijk de eerder, ja, begripsvraagjes. Convergeert deze rij of niet? Blijkbaar geen idee. Nochtans, kijk naar die n over n plus 1. Als dat nu gewoon de rij was, naar waar gaat die rij dan? Als dat nu gewoon het voorschrift was, n over n plus 1, naar waar gaat die rij dan? Naar 1, dat wordt hier duidelijk bevestigd. Dus, convergeert dan deze rij... Herinner u de eigenschap, basiseigenschap van limieten? Als er een limiet bestaat, dan moet hij uniek zijn. Je kunt maar één limiet hebben. Wat is de conclusie dan? Dan is het nee, hè. Als je dat weet, dan is het nee, hè. Trouwens, als je de tekening bekijkt, die staat eigenlijk ook in uw boek, hoor, denk ik, die tekening. Dan heb je dit, hè. Dus kijk, eigenlijk de oneven termen, zie je dat? De oneven termen, die gaan naar één, kunt er niet naast kijken. Maar die rij, die springt iedere keer... Zie je dat? Die springt iedere keer terug, hè? Die komt iedere keer terug op nul, die rij. Ben je ook akkoord? Moet er een keer over nadenken. Stel nu dat je zou zeggen van de limiet is 1, bijvoorbeeld. Dan klopt die limietdefinitie ook niet, hè? Want dan zou je moeten, als je een band neemt, dus de epsilon, als je je epsilon gelijk aan 0,2 kiest, ja, en je legt dat rond 1, dus dan zit je tussen 0,8 en 1,2. Mocht je zeggen de limiet is 1, dan moet er dus een volgnummer bestaan, vanaf waar alle termen binnen die band tussen 0,8 en 1,2 ligt. Maar dat gaat niet, hè. Want er is altijd een bepaalde term die terug naar 0 gaat gaan. Die onder die 0,8 gaat liggen. Dus je ziet ook dat de limietdefinitie niet klopt. Niet als je 1 zegt, ook niet als je 0 zegt, hè. Ook niet als je 0 zegt, hè. Want op een bepaald moment, als je epsilon gelijk aan 0,2 kiest rond 0, dan ga je ook zien dat vanaf een bepaald moment dat er altijd termen gaan zijn die buiten, die boven die 0,2 gaan liggen. Dus ik hoop dat je ook beseft dat die limietdefinitie ook niet correct is. Je ziet ook, voor n oneven is de limiet 1, voor n even is de limiet gewoon 0.
Ja, en je kan nooit twee limieten hebben. Hè? Met andere woorden, als je van die 0 in de opgave een 1 maakt, dan is de rij wel convergent. Hè? Maak dat op, hè? Dat dat ook zo is.